Discovery Channel presenteert de Glenfiddich Challenge 2012. Lekker buiten. Hallo met z'n allen. Lekker vuurtje stoken. Men who think they've done it all, seen it all, endured it all. We shall see. Nano and Jeroen, two of the six contestants in this great adventure. This is their challenge. Marnix en Bram overwonnen hun hoogtevrees, ondersteund door Hielke en Jan en Nano en Jeroen. De challenge van vandaag draait om volharding en uithoudingsvermogen. Het is aan de twee ex-militairen om zich te bewijzen, vooral tegenover zichzelf. Nou, vlot bouwen. Tuurlijk. Even een vierkant leggen waarbij de uiteinden 20 centimeter kruisen. Alsof hij het gisteren voor het laatst deed, leidt Jeroen de bouw van het vlot. We klappen hem om. 1, 2, ja. Neerzetten. Ja, ja, goed. Ja. Nou, het is een heel lang log. Een heel erg lang log. En ik denk dat we heel erg pokkenend moeten gaan peddelen. In the depths of this great loch lie the greatest secrets of this land. We have all heard the stories, but very few know the truth. Dat vlot kan alle kanten op gaan. Moet je kijken hoe hard het waait en de stroming. Niet op elkaar gelopen fitten. Alleen maar lachen als het fout gaat. En we gaan er gewoon een mooie tocht van maken, toch? Zin in. Oké. Take your raft onto Loch Ness. De stroming was het hard, hè? Echt ongelooflijk, moest echt peddelen als een gek. Zeewaardig. Alleen windje, hè? Wel jammer dat Jan zo zwaar is. Dat was nooit zo nat geworden. Nee, dat was ik nooit zo nat geworden. De oversteek is gemaakt. En met doorweekte broeken beginnen de drie teams aan de langste hike van deze challenge. De 6 uur durende hike voert over een van de hoogste passen van Schotland. En er is stormopkomst. Actions speak louder than words. Poeh, de oude mannen. Ik dacht, Nano die had het wel. Die van berg op een tijdje niet meer leuk. Pittige wandeling, maar het laatste stuk. Iedereen loopt hartstikke goed, we lopen allemaal goed eigenlijk. Naar boven ben ik niet zo vrolijk, eerlijk gezegd. Dat vond ik wel even pittig. Ja, daar was ik lang niet meer gewend met mijn kantoorlichaam. Dus, maar naar beneden, dat ging echt heel erg goed. Dan ben je toch wat zwaarder, hè? We komen uit de Veluwe, we horen heel vaak het beurlen, maar nu hoor je het overdag, het beurlen van herten. En ja, dat is wel cool. Als de wind meestaat, hoor je echt heel hard het beurlen. Dat is echt heel speciaal. The contestants have cleared 2 of the 3 passages of this challenge as night falls over this rugged land of the north. Gisteren kregen we een hoogstbui van 5 minuten, maar dan met sneeuwvlokken ertussen. En nu staan we hier opeens midden in de sneeuw. Het is echt ongelooflijk hier in Schotland. De challenge wordt mogelijk gemaakt door Glenfiddich Single Malt Scotch Whisky.